Wat vindt u van de uitslag? Geweldig. Ja? Weet je wat het is? Nu gaat er weer eens een keer een andere wind waaien. Ja, verrassend. Ja, heel verrassend. Ja? Ja. Ja, wat ons betreft heel goed. Er moet een omslag komen, denk ik. En er moet wat veranderd worden, bestuurlijk gezien in Den Haag. Ja. En dat al die egootjes even opzij gezet worden en dat het land goed bestuurd wordt. Ja. Of je nu links of rechts hebt gestemd, bijna iedereen werd wel verrast door de enorme winst van de PVV. Geert Wilders gaf zijn concurrenten woensdagavond al direct het nakijken toen de eerste exit poll bekend werd. Inmiddels staat de partij op 37 zetels, wat nog maximaal 2 zetels kan afwijken van de uiteindelijke uitslag. Uiteraard kijken we even naar de verkiezingsuitslag per gemeente in onze regio, maar we beginnen met het opkomstpercentage. Landelijk leek de opkomst licht tegen te vallen met 77,8%. Als we kijken naar onze regio valt het allereerst op dat de opkomst in alle gemeenten hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. De laagste opkomst vinden we in Nijmegen, waar 78,4% van de stemgerechtigden naar het stembureau is geweest. De hoogste opkomsten zijn respectievelijk weggelegd voor Westmaas en Waal met bijna 84%, gevolgd door Heumen met ruim 85% en bovenaan de gemeente Mokermiddelaar met een opkomst van 86,6%. Dan kijken we even naar de uitslagen per gemeente. Dat doen we aan de hand van de 5 hoogste scorende partijen en daarbij het percentage kiezers dat op die partij heeft gestemd. We beginnen bij de gemeente Bergendal. Zij representeren eigenlijk keurig de landelijke uitslag. Ruim bovenaan staat de PVV, gevolgd door GroenLinks PvdA en de VVD. De 4e en 5e plek zijn ook hier voor NSC en D66, hoewel de sprong naar de laatstgenoemde wel erg groot is. Dan gaan we naar Beuningen. Ook zij hebben overeenkomsten met de landelijke uitslag, behalve dat GroenLinks PvdA hier niet 2e, maar 4e is geëindigd. En verder kloppen de percentages aardig met wat we landelijk zien. Dan Druten. Die uitslag lijkt veel op die van Beuningen, maar ook GroenLinks PvdA op 4. Enige verschil hier is dat de top 5 niet wordt afgesloten door D66, maar door de boerenburgerbeweging. De volgende gemeente is Heumen en daar zien we dan wel weer een ander overzicht dan tot nu toe. In Heumen is men duidelijk wat groener gestemd. Bovenaan staat hier GroenLinks PvdA met een minimale voorsprong op de nummer 2. 20,2% tegenover 20% voor de PVV op nummer 2. Ook Mokermiddelaar stemt vrij links. Hier staat ook GroenLinks PvdA bovenaan, gevolgd door de PVV op 2. En het verschil is in deze gemeente ook klein. 21,9% tegenover 20,2%. Dan komen we aan bij Nijmegen. Die gemeente staat natuurlijk altijd al wel bekend als een links bolwerk en ook deze keer maken ze dat waar. 34,8% van de stemmen is hier voor GroenLinks PvdA, waarmee zij de grote winnaar zijn. Toch heeft de PVV het ook in Nijmegen tot de tweede plaats geschopt, hoewel het percentage met 14,1% wel een stuk lager ligt. Verder vinden we D66 hier op de derde plaats, iets wat je in andere gemeenten niet snel ziet. Door naar Overbetuwe, ook daar is de PVV het grootst met 24,8%, gevolgd door VVD, GroenLinks PvdA en NSC. Vrijwel hetzelfde geldt voor Wijchen, alleen hebben ze daar NSC iets hoger staan met ruim 14% op nummer 3. En tot slot komen we bij de gemeente Westmaas en Waal. Ook daar heeft de PVV met afstand de koppositie te pakken, gevolgd door de VVD en NSC.